Het is vooral de begroting van de raad. De raad gaat het vaststellen. Dus die kunnen er ook allerlei wijzigingen in aanbrengen. Het college doet slechts een voorstel. Nou, we moeten het nog bespreken met de gemeenteraad. Belangrijk is wel om te weten dat wij al in mei met elkaar gesproken hebben. Ik zeg correctie, in juni met elkaar gesproken hebben over de zogenaamde perspectiefnota. Daar hebben we eigenlijk met elkaar al vastgesteld wat willen we in 2018 gaan doen. En op basis daarvan is deze begroting samengesteld. Maar we moeten er nog met elkaar over komen te spreken. Hoe groot is de invloed van de raad? Is heel groot, want de raad kan echt elk voorstel dat het college doet amenderen. Dat heet, dat wil zeggen dat ze het kunnen veranderen. Dan kunnen ze een andere richting inslaan. Het wel belangrijk is om te weten dat het college natuurlijk niet zomaar tot deze begroting is gekomen. Daar is de raad in het voortraject ook bij betrokken geweest. En dus die hebben wel gezegd van nou, u moet die richting op. Ik hoop dat wij met deze begroting natuurlijk een ruime meerderheid in de Raad van Almelo achter ons weten te krijgen. Daar doen wij het ook voor. Het is de begroting waarmee we voor deze stad in 2018 weer heel veel kunnen doen. En het zou heel erg jammer zijn dat we daar geen meerderheid voor kunnen halen. Maar anderzijds de realiteit gebied, het huidige college kan niet steunen op een meerderheid in de raad. Dus in die zin is het ook een beetje afwachten van hoe het gaat uitpakken. Maar vertrouwen is er wel. Maar u heeft drie hoofdpunten waar u zich op richt. Een daarvan dat gaat over het reorganiseren van de ambtenaren. Ik noem dat woord, want dat wordt door jullie angstvallig vermeden. Jullie hebben daar een ander woord voor. Ja, wij hechten eraan om het vooral ook doorontwikkeling van de organisatie te noemen. En dat heeft daarmee te maken, reorganiseren dat heeft veelal het karakter van mensen van hun plek halen en ergens anders neerzetten. In het slechtste geval moeten ze naar buiten. Nou, dat is niet de opzet van de huidige aanpak. We zien wel dat de gemeente en onze ambtenaren op een andere manier met de vraagstukken van deze stad bezig moeten zijn. Moeten reageren op wat er uit de samenleving naar boven komt. Dat is een leerproces. En dat moeten we begeleiden met kennis en met vaardigheden. Ja, en daar gaan we geld in stoppen om die samenwerking in die stad en de verbetering van onze producten, die aansluiten bij de wensen, die leven in de samenleving, om dat te verbeteren. Afvalinzameling is nog steeds een steen des aanstoots en zal dat waarschijnlijk nog wel een poosje blijven. Burgers konden woensdagavond meepraten over het gemeentelijk afvalbeleid. Vooruitlopend op het politiek beraad van dinsdag 3 oktober organiseerde LAS een politiek café in het gebouw van speeltuin Het Nieuwland. Waarom deze happening? Omdat de problemen van de afval is denk ik een hele grote die heel veel mensen hier in Almelo bezighouden. Louis Kampman liet foto's zien van wantoestanden rondom afvalcontainers. En journalist Leo van Rai van Tubantia, die het dossier al jaren op de voet volgt, schetste de ontwikkelingen in Twente. Er waren vele vragen en vele meningen. En als dat de gemeente geld oplevert, dan zou dat betekenen dat daarom de afvalheffing voor de burger verlaagd moet worden. Helemaal juist. Wat betekent je bij Boza? Sorry. Ik ben zeer benieuwd hoe Almelo over afval denkt. En ben je Almelo? Ik ben geen Almelo. Ik woon in Nieuwland. Prognoses of gerealiseerde verlagingen? Die verlagingen waren feiten. Komen uit de begrotingen van de diverse gemeenten. Jan Hammink verdeelde het dertigtal aanwezigen in degenen die vonden dat de overheid maar moest opknappen. En degene die vonden dat de burgers verantwoordelijkheid dragen en zich bewust moeten zijn van het afval dat ze maken. En in het midden de mensen die geen stelling namen. Nadat Leo van Rai uit handen van fractievoorzitter Gijs Stork als dank een mooie doos met
ja, geheimzinnige inhoud had gekregen als dank voor zijn inleiding, zette de discussie zich nog lang voort. Het politiek beraad is op dinsdag 3 oktober van 7:45 tot 9:00 in de raadzaal van het stadhuis. Belangstellende mensen die er alle belang bij hebben dat we een mooie stad met elkaar ontwikkelen. En eigenlijk zijn we nu bij elkaar om een klein piketpaaltje te slaan. Hè? Achter meneer Voskamp hangt een affiche waar we kunnen zien welke panden we door middel van een stukje gevelsubsidie. U heeft dat mooi gemaakt en gelukkig heeft de gemeente daar een klein beetje aan bij kunnen dragen. Daar zijn we reuze trots op, want een ontwikkeling van een stad. Het is een mega klus hier in Almelo en ik ben heel blij dat we dat samen kunnen doen. Ik had het even net met die mevrouw van nummer 10 over van, we kunnen ons nog herinneren, misschien de jongere mensen niet meer, maar dat hier ooit ook auto's reden en het nog helemaal geen winkelpromenade. Opeens werd het in de 70e jaren winkelpromenade. Gerrit vertelde dat ze daar nog met spandoeken tegen hebben geprotesteerd dat het hier winkelpromenade werd, want tot die tijd konden de auto's hier gewoon doorrijden. Stel je voor. Allemaal super bedankt voor jullie bijdrage. Ik ben er als wethouder heel blij mee. Maar ik vind het ook belangrijk dat u zelf heel erg blij bent met die realisatie. Het houdt hier ook niet op. We gaan gewoon door. Dus dit is een klein piketpaaltje, zei ik net. We zullen er nog veel moeten slaan. Want we hebben een grote opgave in deze stad. Maar met u allen erbij heb ik daar groot vertrouwen in. Je draagt geen tatoeages, wel een gekleurde snoet. Wij gaan voorbij aan de garages, bang voor de tandarts als je moet. Maar steeds vooruit te branden, gaan als een banaan. Ik ben weer met het geloof 12e muurgedicht bezig van het project hier in Almelo, dat wat een stadsrondwandeling wordt met muurgedichten. En dan ben ik nu weer aan het letteren zetten zoals dat heet. Ja, en wat voor gedicht is het? Dit is weer een gedicht van Willem Wilmink, van ja? Populair hier, op de rest van Nederland. Ja. En dan gaat het over dat hij in een armoedig huisje woont, in feite ook zo'n tekst leest. Dat hij graag een redelijk huis wil hebben in Almelo. En dat is een oude huis, die lekt aan alle kanten en sneeuwt binnen. Ja. En daar was dus een brief aan de woningstichting dat hij graag een huisje wil hebben. Ja. Ja. En wie heeft jou opdracht gegeven om deze brief zo netjes op de muur te zetten? Ging via de stichting Muurgedichten binnenstaat. Maar de echte uitopdrachtgever is Sint-Jovers, Jozef. Ja. Volgende maand ergens de opening, onthulling. Volgende maand? Ja. Nou, dat wachten we dan in spanning af. Nou, kom kijken zou ik zeggen. En allemaal natuurlijk, hè. Ja. Ja, hier maar. 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 Ja, hier maar.
Vanavond zijn hier de finales van de schoolkorfbalkampioenschappen van Almelo. En daar doen diverse scholen aan mee die in de voorrondes bij AKC en bij Achilles de pools hebben gewonnen. Het wordt volgens mij heel spannend, hè? Heb je al een beetje zicht op wie dit gaat winnen? Nou, op dit moment nog niet. De teams lijken allemaal toch van redelijk gelijke sterkte. Dus ja, we zullen echt moeten afwachten wie er als winnaar uit de bus komt als Almelo's kampioen. Je hebt er geweldig mooi weer bij. Volgens mij wordt dit een hele fijne korfbalavond. Ja, dit weer is super en de kinderen genieten en wij genieten. Dus met elkaar kunnen we er echt een schitterende avond weer van maken. Gaat om. En daar
zijn alle leden pak gegaan bij het eerste looponderdeel van vandaag, de 5 kilometer. Je mag niet wijzigen. Je mag in Iran, mag je christen zijn. Mag. Je mag zelfs jood zijn in Iran. Maar als je afvalt van je religie en je gaat naar een andere religie, dat mag niet. Dus je mag maar één ding zijn. Humanistisch Verbond Almelo die heeft mij gevraagd om hier vandaag met hem te spreken over internationale vrijheid. Dus de vrijheid van religie, maar ook de vrijheid om niet religieus te zijn. En daar hebben we vandaag een gesprek over. En daar heb ik mijn eigen ervaringen, want ik ben veel in het buitenland geweest, over gedeeld. En daar gaan we het vandaag over hebben. Religie is niet zo zwart-wit als het lijkt. Hè? Mensen kunnen zichzelf christen noemen, maar nooit naar de kerk gaan. Of niet zich aantrekken van wat de dominee zegt. Je kan atheïst zijn en toch het hartstikke leuk vinden om met kerst naar de kerk te gaan. Je kan je moslim noemen, maar dan bij een bepaalde club moslims horen van heel vrijzinnig tot heel orthodox. Dus dat is heel divers. Dus je kan wel zeggen dat in Nederland heel veel mensen niet meer echt vast verbonden zijn aan een kerk. Je ziet dat meer dan de helft van de Nederlanders gewoon niet naar de kerk gaat. Niet eens zich meer religieus noemt, zichzelf zelfs atheïst of misschien wel humanist noemt. En ook mensen die nog wel religieus zijn gaan ook heel weinig meer naar de kerk. Nou, dat is wel vrij uniek, want in heel veel andere delen van de wereld is dat nog wel in een andere verhouding. Heel veel mensen die zich nog wel religieus noemen. Maar je ziet eigenlijk wel dat er een overeenkomst is. Dat ook in heel veel delen van de wereld mensen eigenlijk niet meer heel actief met hun religie bezig zijn. We denken dat soms wel, omdat we zien dat er soms hele radicale groepen zijn die zich heel erg manifesteren, soms ook gewelddadig. En dat zie je bijna eigenlijk bij elke religie wel, in de islam. Maar je ziet ook dat boeddhisten onaardig zijn aan moslims. En je ziet dat hindoes onaardig zijn aan moslims en omgekeerd. En je ziet soms hele radicale christenen, soms in Afrika. Dus wat dat betreft zie je bij dat elke gedachte, elke religie heeft wel zo'n zijtak die heel uitgesproken is, die veel in het nieuws zijn. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen die erachter zit er ook zo over denkt. Die zijn soms niet eens meer echt verbonden met zo'n kerk. Dus je ziet dat de grootste groep in de wereld christelijk is, grosso modo, maar dan met alle varianten. Daarna de grootste groep, de islam, maar ook heel veel in verschillende varianten. En de derde groep in de wereld zijn eigenlijk mensen die niet echt meer aangesloten zijn bij één of meerdere godsdiensten. En daarin zie je dat eigenlijk wereldwijd die ontwikkeling gewoon doorgaat.
Je mag natuurlijk best een mening hebben dat iemand anders ongelijk heeft in zijn religie. Dat mag. En net zoals dat ik ook misschien met u niet eens ben over bepaalde politieke onderwerpen. Dat mag gewoon in een vrije samenleving. Maar als je vervolgens iemand anders weerhoudt om te doen en te vinden wat hij zegt, ja, dan hebben we wel een probleem. Hè, als ik anders denk dan u, dan kan dat. Dan mogen we zelfs van elkaar zeggen, nou, ik vind dat jij maar een rare gedachten hebt. Dat mag. Mag je ook vinden. Maar als ik dan ga verhinderen dat u niet mag zeggen wat u wil, ja, dat is natuurlijk niet goed. Dus ik denk dat dat de verhouding is. Je mag best iemand anders ongelovig noemen, maar dan heb je toch te respecteren dat iemand anders is dan jezelf. Wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Daar gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway.